Wij zijn dringend op zoek naar informatie over deze man. Wanneer begin oktober hier op de Ruisdaalkade twee groepen mannen met elkaar in gevecht raken, begint hij opeens te schieten. Opvallend, hij raakt vervolgens iemand uit zijn eigen groep. Zaterdagochtend 2 oktober staan en zitten een aantal mannen gezamenlijk op straat. Deze mannen noemen we voor het gemak groep A. Rond 6:10 komt er een andere groep met mannen, voor nu groep B genoemd, naar groep A toegelopen. Zodra groep B bij groep A komt, ontstaat er een vechtpartij tussen de mannen uit de twee groepen. Dan schiet een van de mannen uit groep B opeens een andere man, ook uit groep B, neer. Direct daarna rennen de mannen van groep A weg in de richting van de Govert-Flinkstraat. De mannen van groep B lopen ook weg, terug in de richting van de Hobbemakade. De neergeschoten man blijft echter achter. Hij is in zijn been geraakt en kan niet meer lopen. Gelukkig raakt het slachtoffer niet levensbedreigend gewond. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat wij graag willen weten wie de schutter is. Heb jij meer informatie over hem? Meld dat dan bij ons.